Sterkste zeesleper ter wereld, de Zwarte Zee, die een half jaar geleden door prinses Beatrix te water werd gelaten, is voor zijn officiële proefvaart uit Rotterdam vertrokken. De meer dan 77 meter lange reus, die een bemanning heeft van 31 koppen, is de vierde van deze naam. Het schip dat 7 miljoen gulden heeft gekost, zal op de Azoren gestationeerd worden.